getrokken. De winter is al bijna voorbij, maar het is nog steeds heel erg koud. Paashaas verlangt naar de lente. Iedere dag gaat hij kijken of de bomen al blaadjes krijgen. Hij begint alvast met het ontwerpen van de paaseieren. Gelukkig komt Haan, zijn beste vriend, hem af en toe ophalen om te gaan spelen. Plotseling ziet Paashaas iets wat er eerst nog niet was. Krokussen, roept hij blij. Nu is het tijd voor de paaseieren, Haan. Tot ziens dan maar weer, zegt Haan. Paashaas schildert het ene ei na het andere. Hij gaat door tot alle eieren klaar zijn. Hij vindt ze allemaal even mooi. Ik kan er niet één missen, zucht hij. Ik hou ze gewoon allemaal zelf. Die nacht kan Paashaas niet slapen. Hij heeft nu wel een heleboel eieren, maar hij voelt zich helemaal niet blij. De volgende ochtend heeft hij zelfs geen trek in zijn bordje pap. Waar blijf je toch? Het is al bijna Pasen, hoort hij Haan opeens zeggen. Nog nooit was Paashaas zo blij zijn vriend te zien. Wil je me helpen? Vraagt hij. Samen vullen ze de manden. Ze vergeten niet één ei. Ik breng ze meteen weg, zegt Paashaas. Tot gauw gaan. Onderweg bedenkt hij leuke plekjes om de eieren te verstoppen. Alle dieren krijgen met Pasen altijd een mooi geschilderd ei. Het scheelde niet veel, of dit jaar was Paashaas niet gekomen. Paashaas heeft nu alle eieren op één na verstopt. Dat ei brengt Paashaas naar het huisje van Haan. Fluitend loopt hij terug naar huis. Hij voelt zich zo licht als een veertje. Gelukkig ben ik toch nog een echte paashaas, denkt hij. Voor zijn deur wacht Haan hem op met een pakje. Als paashaas het openmaakt, ziet hij het mooiste ei dat hij ooit heeft gekregen. Vrolijk Pasen, iedereen!